dus echt helemaal niet lekker. De baard op je beeldscherm en welkom bij weer een nieuwe vlog. Heb ik nog intro's? Eigenlijk niet zo heel gek veel te vertellen vandaag. We gaan gewoon gelijk beginnen met de training. Let's go! Vandaag neem ik jullie lekker mee naar de intensiteitdag. Wat we gaan doen is squatten, overhead press en een power clean. Power snatch. En misschien nog wat assistentiewerk. Misschien dat ik nog even met de ballen ga, met Atlas Stones. Weet ik nog niet helemaal. Het is even kijken ook hoe het gaat met de overhead press. Misschien dat ik daar nog wat assistentiewerk voor doe. En misschien ook wel helemaal geen assistentiewerk. Het is een beetje ook hoe ik me voel. Er was een hele lange tijd was er een artikel uitverkocht bij een sportwinkel. Ik zeker 4 maanden zitten wachten tot hij eindelijk weer leverbaar is. En hij is nu leverbaar. En ik ga hem binnenkort bestellen. En ik ben benieuwd of jij raadt wat het is. Er mist nog 1 strongman onderdeel in heel deze schuur, garage, de bunker. Laat even een commentje achter, doe even raden wat het is. Ik ben benieuwd of hij erachter komt. Hij komt waarschijnlijk pas over 1 of 2 maanden of zo. En dat komt sowieso ook weer terug in de vlog. Dus laten we beginnen. Let op. Ik probeer hier even op mijn gemak in te trainen, maar ik sta gewoon in de brandlucht. Dat willen jullie niet weten. Volgens mij staat het gebouw hier aan de overkant in de brand. Dus dat lijkt best wel af tijdens het trainen. Heel dat maak ik niet heel vaak mee in een typische sportschool natuurlijk. Maar we gaan gewoon door. Eigenlijk is training voorbij, maar ik doe nog even wat extra zoals ik al had voorspeld eigenlijk. Ik heb nog best wat energie, dus moet goed komen. Het begin van het programma natuurlijk, dus er is nog wat ruimte om even lekker wat extra werk te doen. Weet je, het is nog niet heel intensief, dus is nog ruimte. Wat ik ga doen is achter mij, daar, een close grip, bench press. Niet al te zwaar, ik denk dat ik hem even 3 keer opremp naar 5 herhalingen. Het gewicht remp ik op, zeg maar, een piramidesetje. En dan maak ik er een supersetje van met een rollout per direct achteraan. Mijn lordose, mijn holling in mijn onderrug, die is wat te veel. Dat is, krijg ik rugklachten van. Ik train er eigenlijk omheen en tenminste trainen omheen en daarmee leren trainen eigenlijk. Voor oefeningen soms net wat anders uit. Maar als je mij vanaf de zijkant zou bekijken en mijn holling in mijn onderrug is te groot, dan is het de bedoeling dat je je buikspieren onder andere traint. Want wanneer je die traint, bolt je onderrug natuurlijk en dan zou die weer in een neutrale positie moeten komen. Ga ik ook nog een keer een aparte video over maken, want dit is zomaar 1 van de elementen en 1 van de spiergroepen die daarmee te maken hebben. Maar
Komt-ie. Het ding met rollouts. Hallo. Het ding met rollouts is, ik doe hem bewust tegen zo'n randje aan. Sommige mensen denken, hij is niet sterk genoeg, hij kan dat niet. Tuurlijk kan ik dat wel, alleen als ik tegen dat randje aanrol, kan ik beter de spanning op mijn buik houden. Is namelijk, als je begint met rollouts en je doet die oefening nog niet zo vaak, dan voel je hem 9 van de 10 keer eigenlijk voel je hem verkeerd uit. Vooral als je zeker net begint met fitness, zeg maar, dan voel je hem vaak verkeerd uit. Heel veel mensen kunnen hun buik nog niet goed aanspannen, gaan rollen, komen terug, denken dat ze hem goed uitvoeren. Is niet zo. Waarom niet? Je moet leren om je buik aan te spannen. En op het moment dat je helemaal uitrolt, wat er heel veel mensen dan gebeurt, is dat de oefening natuurlijk best zwaar is. Dan gaan ze hangen in hun onderrug en dan komen ze terug. En dat doen ze eigenlijk alleen maar puur door hun armen naar beneden te trekken. En eigenlijk totaal geen kracht uit de buik te halen. Vandaar raad ik heel veel mensen aan, doe hem lekker tegen een randje aan. Let puur op de concentratie van je buik. Als je tegen dat randje aanrolt, kan je namelijk, je kan als je begint starten. Je spant je buikspier aan, je rolt tegen het randje aan. Desnoods kan je dan loslaten, dat zou ik niet adviseren natuurlijk, maar je zou kunnen loslaten en dan opnieuw die spanning op de buik brengen en dan terugkomen met puur alleen de focus op de buikspieren. Sorry voor het licht, ik sta net onder een spotje, jullie kunnen me net niet zien, het is veel te donker hier. Ik stap net binnen in mijn huis en je kan geen grotere dierenvriend vinden als mij. Ik ben gek op dieren, echt waar. Alleen, de kat van de fucking buren. Leuk en aardig allemaal, maar niet als hij in mijn tuin schijt. En ik dan vervolgens met mijn sportschoenen in ga staan en dan vervolgens op mijn witte tegelvloer ga staan. Oh jongens. Dus ik ga maar even poep opruimen. Het is niet anders. Bedankt. Tot volgende week. Tjallas.